Welkom bij de CSGO stream van de Reality 18 hier in Assen. En jullie mogen hier eventjes van genieten terwijl ik alvast de teams voorstel. Nou ja, jullie hebben ze natuurlijk waarschijnlijk net al voorbij zien komen in de eerste map van deze Best of 3 Tolders. Welke map was dat ook alweer? Mirage. Mirage. En die hebben geloof ik Mcon zien winnen. En dat was nog best wel een struggle. Ik heb er een tijdje achter gezeten. Ik zag nog dat er naar me gevraagd werd. Ik zat er wel. Mijn aanwezigheid was aanwezig. Maar ja, ik was niet in beeld. Ja, sorry. Het is 2 uur 's nachts. Ik heb nog een jetlag met Ierland. Ik kan er niet zo heel veel meer van maken. Maar nou ja, terwijl we wachten tot alle servers, of alle spelers in de server zitten. Alle servers in de speler zitten. En tot er zijn banaan op heeft. Ja. Nee, Lionheart. Nee, dank je. Wat zeg je? Hij vraagt of ik ook zijn banaan wil. En dat staat nog niet echt op mijn to-do-lijstje. Niet? Oké, okay, nou, dat is jammer voor je, maat. Tolly en Olly. Oh, heeft Olly dat zelf getypt? Cool. Olly is de beste manager ever. Dat is wel waar. En ik vind het ook wel gezellig bij de reality, jongens. Maar iedereen zit in de server, dus dat betekent dat jij heel snel door moet happen op die banaan. Terwijl ze nog even knijpen. En dan kunnen we zo live gaan. We zijn al van het beeld verdwenen, dus mensen kunnen niet zien hoe je dat laatste stuk van die banaan naar binnen werkt. En de knijfraad is begonnen. We hebben nog geen in-game geluid volgens mij, maar misschien omdat er gewoon nog ook niet zo heel veel geluid is. En ja, we gaan straks gewoon keihard schieten, maar eerst keihard steken. Ik doe niet aan het casten van een knife round. Dat is, oh, we zijn weer in beeld. Ik zat net in handen te vrij. Ik ben snel weer weg. Ik zit ook gewoon niet op te letten. En ja, knife round inmiddels afgelopen. We hebben gezien dat de jongens van Mcon hem gewonnen hebben. En die gaan kiezen voor de CT site waarschijnlijk. Dat is wat ze tot dusver op Overpass ook gedaan hebben. Tot dusver heeft ze banaan op. En is er voor de Roster Rundown, voordat de pistol begint? We hebben Lunos Revo. En met het, die dan even een kitje met een smokey heeft. Kinzo, Luigi en Relux voor Mcon Esports. Aan de andere kant Get Gaming, CSGO, Wonder, Nino, Blackie, Xellas en Wally. Allemaal met armor en allemaal met zin om naar de B-side te rennen. En daar staan er dan in totaal 3 man van Mcon, waaronder Luigi. Die pakt de eerste headshot, gaat op zoek naar de tweede, maar ook Mavid zit in heaven. Er zijn al wel 2 man dood, 3 man dood van Mcon. Dan is het een 2-4 situatie. Headshotje wordt daar dan gemist door Lewis Revo. Gaat dan nog op zoek, terwijl Kinzo er wel eentje ontvangt. En het 1-4 is 1-3, 1-2. En zo gaat het heel snel als Lewis Revo weer eens een keer aan het raken is. Ziet daar dan Xellas. En heeft ondertussen trouwens ook de kit opgepakt die in heaven lag. Het is nog 2 man om te zoeken. Vindt er dan eentje. 1-1 situatie. Xellas zit er achter de pillar. Maakt er wel wat lawaai. En bom wordt dan net niet aangetikt. Wordt dan gechased. Ring around the Rosie. Pak het full op Dozie. Oh, wat zonde. Die Lewis Revo is zo'n held dat hij het bijna voor elkaar krijgt. En dan op het laatste moment, wanneer het er daadwerkelijk op aankomt, choked hij. Of wordt hij in elk geval gewoon gewontapt door een vieze Glock. Het is disgusting, Toldersma. Maar wel een goed begin voor Get Gaming. Alleen hebben zij ons een beetje een gewoonte laten zien van de pistol winnen. Op wat voor manier dan ook. Soms wat overtuigender dan andere keren, maar winnen desalniettemin. Maar dat ze hem daarna best wel makkelijk weer opgeven. En we zien weer upgraded pistols en best wel wat armor hier voor Mcon. Mooie timing. En Kinzo laat even zien dat hij best wel goed in sync is met Toldersma hier. Hij noemt ook Tolderpapi, dus volgens mij is hij geadopteerd door mij. Ook al heb ik daar nooit een idee van gehad. En daarmee is dus de entry te pakken door Mcon Esports. Bom in de handen van Wally. Zit dan in Toys en die wordt er even teruggevoerd van: yo, maat, je hebt even de bom, dus niet te diep gaan alsjeblieft. De eerste map Mirage is dus gewonnen door Mcon Esports, terwijl ze dat in de upper bracket series tegen Get Gaming niet konden winnen. De ronde gaat niet heel erg met veel vaart vooruit, maar het lijkt erop dat we toch wat actie gaan zien uiteindelijk. Lewis Revo krijgt weer een kans om te schijnen hier met die Deagle. Tot dusver nog geen hoofdje straf getrokken. In plaats van verliest hij zijn eigen. Dat is Nino met die AK die dat voor elkaar krijgt. Kinzo gaat net iets te uitgebreid zitten. Weet er wel eentje af te schieten. Dat was Blackie, maar Nino weet er
wraak op te nemen. En Xellus pakt Methods op. Relax erachteraan op Xellus. En Wally gezamenlijk met Nino sluit de ronde af. 2-0 staat het voor Get Gaming. En dat betekent dat ze weer goed van start zijn gegaan. De pistol round gewonnen hebben. En daarna ook gewoon het eventjes door hebben kunnen pakken. Zonder direct in te storten zoals er een aantal keer hiervoor gebeurd is. Nu zien we dat er nog weer een aantal upgraded pistols bij Mcon verschijnen. Onder andere op Lewis Revo en Kinzo. Nou ja, lijkt me best wel prima als die jongens daarvoor gaan. En voor de rest best wel wat discipline. Alleen een beetje nog voor Relax en verder wat USP's. We hebben heel wat SMG's voor Get Gaming waar ze flink wat geld mee kunnen verdienen als ze er kills mee pakken. Maar in plaats daarvan zien we die eagle van Lewis Revo. Wat een held, zeg ik nogmaals. Wally met een 14 AP wordt gepressured door twee man bij Lang. Maar die smoke kan misschien nog even zijn Haggy redden. Ondertussen is Duo 7 nog altijd met die deagle een beetje in touw. En dan zit Mavis daar een molotov dood te staren. Duo 7 gaat dood nadat hij nog een kill heeft gehad. Hier tegen drie situatie. En Blackie dan met één kill wordt dan wel gedinkt door het hout. Hij pakt er nog twee. En Relax als laatste over met maar 5 HP. Maar wel een PT-50. Kan hij misschien nog één kill pakken? Ja, met een one-tap. En u merkt het zeker ook al. Mijn stem is afstervende. Relax gaat dood met een paar prachtige mouse movements. Prachtige. Daarmee is het een 3-0 voor Get Gaming. En nu wel de first buy round van Mcon Esports. Nou, die kunnen ze ook wel gebruiken. Mcon, nou ja, achteraf. Ze hebben toch wel die eerste map al gewonnen. Die heb ik natuurlijk niet in zijn totaliteit gezien. Maar het is best wel heartbreaking dat Mcon zo afgezakt is naar de lower bracket. Staan weliswaar in de finals natuurlijk. En hebben nog een prima kans om het door te schoppen naar de finale. De grand final die morgen gehouden wordt. Maar Lewis Revo speelt hier met rook. En kan dan één kill pakken. Gaat op zoek naar een exit om misschien nog straks een tweede pakken. Oh, Wally kills zijn teammate. Oeh, bijna de 180. Nu zijn er al wel twee spelers die rotaten van B richting A. Terwijl dat op zich nog niet noodzakelijk is. Want Get Gaming is er nog niet helemaal over uit waar ze heen willen. AWP op Nino kan een leuke manier zijn om die bomsite binnen te komen. Of in elk geval wat ruimte te creëren om die bom neer te leggen. Maar met nog 1 minuut op de klok moeten ze dan wel een beetje vaart gaan maken richting die B-site. Want als ze al te lang wachten, dan bestaat de kans natuurlijk ook dat de CT's een beetje nieuwsgierig worden. En mogelijk alvast een mannetje roteren. Dat is ook wat we zien dat er gebeurt. Gelukkig weten ze de kill methods te pakken. Waarom piekt hij dan? Alleen, ja, dat is inderdaad niet zo heel erg handig. Maar toch was de rotatie van Luigi snel genoeg om er een stokje voor te steken. Mogelijkerwijs de eerste gaat neer, dat is Blackie. Een flash die gaat niet helemaal de goede kant op, maar is intimiderend desalniettemin. Oh, en Luigi die ruimt het op. Ik denk die chillt hem even, maar op het moment dat dat gebeurt, pakt hij toch in één keer nog een double kill, double spraydown. Is het in één keer de eerste ronde voor Mcon Esports. En heeft Get Gaming nu moeite om nog alles bij elkaar te krijgen. Al het geld is zo goed als op en Wonder moet het met een P250 doen. Dus dat is spijtig voor hem, maar misschien wel een mogelijkheid voor Mcon om hier tot op één ronde afstand te komen. Shoutout naar Water Mevrouw, onze heldin. Anders is mijn stem straks helemaal niks meer waard. Ja, voordat mensen haar gaan stalken op Facebook en zo. Team dat kill zelfs op Wonder. Ik weet niet wat Wonder misdaan heeft, maar dat is best wel agressief. En dat is ook het man advantage. Dat is ook het man advantage gelijk weg. Maar gelukkig weet Blackie daar een antwoord op. Gewoon Luigi dus voorhoofd schieten. Alleen Relax weet net niet die die plan tegen te houden. Wel twee mannen nog heel erg hard te beschadigen. Voordat hij zelf wordt afgeknald. Hij maakt het voor Kinzo erg toegankelijk. Maar hij moet het natuurlijk nog wel doen en krijgt het niet voor elkaar. Nino die schiet hem af voordat hij de kans krijgt. En dat is 4-1 voor Get Gaming. Met best wel een goed begin hier op de terroristkant van Overpass. Ja, maar ik vind het heel apart dat niemand daar naar Water keek. Hij kon gewoon eigenlijk in theorie 2 man gratis killen als hij iets meer de ruimte had. En dan is het daarmee waarschijnlijk gewoon de ronde te pakken. Ja. Maar ja, dat het heeft niet zo mogen zijn. Wally kan misschien wat leuke euro's verdienen met die Mach 10 van hem. Maar ze hebben wel veel armor, dus het kan ook heel snel fout gaan. Kinzo, die moet straks eens even naar mid kijken. Want daar zijn toevallig meerdere spelers van Get Gaming. En hij hoort er nu misschien ook een achter hem. Dat is je boy Wally.
Wally. Die gisteren met name best wel goed speelde. En volgens mij eerder vandaag ook. Maar later toch echt wel een beetje wat ingezakt is. Ja, is het zenuwinzinking of zenuwen of gewoon moeheid? Beroerte, ja, natuurlijk. Om beroerd van te worden zo'n heel weekend naar mijn slechte grappen luisteren. Terwijl Kinzo nou uiteindelijk wordt gekild door Blackie die nog laat aan de road hit was. En zelfs een mooi headshot heeft op Relax. Luigi is de eerste road hit, heeft Armor en een Deagle in zijn ascent. Je kunt het misschien beter 7 maat. Net als Methods die hier dan op zoek gaat naar een AK. Maar die krijgt hem niet. Wel een headshotje ervan. Dus tenminste iets. En Wally kan niet echt cashen. Die Mac-10 gaat nu naar de handen van Luigi. 1 tegen 4, Blackie op 3 AP, maar die is niet in de nabijheid om gedood te worden door of de bom of Luigi. Nou ja, hij gaat de volgende ronde nog steeds niet echt genoeg geld hebben om te kopen. Dus misschien is het zelfs de moeite waard om dat ding even vast te houden. Dat is ook wat hij uiteindelijk besluit. Misschien dat hij weet dat er nog ergens anders een gun van het een of het ander ligt. Maar beter een Mac-10 dan alleen maar USP of whatever. Hij heeft zelfs nog een Deagle erbij die dan even zijn teamgenoten kan droppen. Dus is hij best wel blij mee. Nee, Lionheart, je denkt dat het matrassen zijn. Maar aangezien op een LAN party zijn, genoeg dikke nerds hebben hier ook genoeg opblaaspoppen om die tevreden te houden. Het is een nieuwe VR-game, dus moet het zoveel mogelijk immersion brengen. Er ligt ook nog een schildpad en een dolfijn daar, hè, bij de banken. Ja, dat is ook gewoon dolfijn om daarmee een avontuurtje te hebben. Dolfijn, man. XD, dit is echt wel dramatisch slecht. Een blamage. Okay. Maar ja, het is gewoon al 2 uur s'nachts geweest. Dus het is inderdaad best wel laat. Het niveau hoort ook niet te stijgen. We liepen best wel goed op schema, maar dat is wel een beetje ingezakt, net zoals de prestaties van MCON een beetje zijn ingezakt over de afgelopen paar uur. Want volgens mij hebben ze de vorige map best wel lekker gewonnen en staan ze nou 5-1 achter op Overpass op de CT site, waar we ze toch al eerder vandaag best wel hebben zien presteren. Ja, Kinzo kan het trucje met Deagle niet herhalen. Terwijl Method moet oppassen dat hij niet straks door of Wally of iemand uit Toys wordt gekild. Ja, zo erg dat ik nooit salaris heb gekregen en ik eigen geld toe moet geven. Maar gelukkig doen ze dat bij ISL andersom. En bij Wally gaat er wel een kogel het hoofdje in. Maar gelukkig heeft die helm die zo vertraagd dat hij alleen maar een beetje scheef gaat kijken en verder niet. Wander heeft de kill Blues Revo. En heb je alleen nog Kinzo op de site met een Deagle. Gaat op zoek voor in ieder geval 1, misschien wel 2 kills. Maar gaat dan op het verkeerde moment pushen samen als Luigi. En dan is Relax als laatste over. Ook met die Deagle. Urban Rubble. Urban Rubble. Wat een skin. Deze mannen hebben nodig wat sponsors nodig. Nee, ja. Jij zegt commissie, maar daar krijgt gamers er eigenlijk subsidie voor dat ze me hier laten werken. Ja. En omdat jij mijn supposedly twin brother bent, is de package deal. Dus, ja, dan krijgen ze van ons allebei een multiplier. Subsidie. Kun je je voorstellen? Multiplier. Oh, Relax houdt ons goed wakker met even een lekkere 1D. En een tweede. Misschien dat die man gewoon nog wat voor elkaar gaat krijgen voordat hij zijn laatste gulden versnoept. Besluit hij om maar gewoon pleiten te gaan. Hij denkt van, je kunt beter eindigen met een boom in plaats van dat je wordt afgeslacht. Magichenko zegt EE. EE. En ben je juist I? Met I. IA. Want hij zet ook I. Tot ik wat. Maar laten we niet al te veel focussen op dat soort persoonlijke interacties. Nee. Waar Luis Revo zich reeds met een AWP heeft versterkt. Een verlenging van zijn arm, van zijn visie en van zijn skill. Tot Kinzo een beetje bij Matty Smoke neergooit en Long Toilet zit. Waar ook Luis Revo zich aanbiedt om op die plantenbak de Long Corner af te houden. Zal waarschijnlijk binnenkort een flashbang in zijn oogjes krijgen. En daar vliegt hij dan. En wit is hij. En weg dropt hij. Heeft dan wel de kill op Wonder. Wil dan eigenlijk altijd wel voor de repeak gaan. Weet dan dat hij het niet moet doen. En bedenkt zich op het laatste moment. Geen AWP aan de zijde van Get Gaming. Maar die headshotjes kunnen ze ook zeker raken. Oeh, en een flash. En een instant refrag. Maar tenminste wel nog de man advantage voor MCON. Dat doen ze goed, Tolders. Je hebt ze goed bijgebracht. Al die wijsheid, waar halen ze dat toch vandaan? Uit de Toldertastische playbook. Tolder Papi. Toldertastisch. Toldertastische playbook, jee. Maar je kunt wel veel met jouw naam. Ja, dat is toch wel een mooie. Maar... En, nou ja, ze hebben natuurlijk ook de Toldertip van de dag jaarbundel.
Heb ik toch wel een heel jaar over moeten doen. Heb jij een kalender? Die zou ik wel echt, die zou ik zit er wel eens een keer over te twijfelen. Als ik gewoon een beetje meer ga streamen, een beetje meer kijkers heb, dat ik gewoon echt van die meme-producten ga uitbrengen. Ik denk ga er sowieso geld op verliezen, maar hij moet wel gewoon een beetje dat legacy als een bouwen. Ik denk dat een speer zou verkopen, Todders. Maar als jij een Todders scheurkalender zou... Oh, dit is wel een heel verhaal. Dat ga ik straks even lezen. Als jij een Todder scheurkalender uit zou brengen, dan... Lig jij in een scheur? Lig ik inderdaad in een scheur, maar dan zou ik ook elke dag met genot... morgens naar het toilet gaan om eventjes de tolle tip van de dag te bekijken. Heb je gewoon niet meer op vakantie omdat je gewoon... nou, ik neem hem mee. Oh, dat is dedication. Ik neem een tolle tipboekje mee. En daar is dan de tweede ronde voor Amcon eSports na toch wat... weet ik iets. Maar misschien vertel. Kun je een app uitbrengen. Dan kan ik hem op mijn telefoon pakken. Dan krijg ik gewoon elke morgen een melding. Ik zou een app kunnen bouwen, ja. Nou, hier, Tolder die bouwt een app met de Tolder tip van de dag. En ik krijg commissie voor elke download, want ik heb het verzonnen. Dat heb ik bij deze copyright. Ja, hallo, het is een live uitgezonden dit. Iedereen de hele Benelux zien weet nou dat het mijn idee was. Shit. Ik ga zoveel verdienen aan Tolder tips. Ik ben toch immers je tweelingbroer. Ja, voor je familie moet je het hebben. Altijd. En dan, heerlijk. Mist Kinzo daar dan de eerste mogelijkheid op een entry frag. En valt hij terug richting de A-side. En ziet hij dan ook nog een Xellus die daar een shotje mist. Ziet dan ook dat er op lang eigenlijk niemand te vinden is. En blijft dan toch wel een beetje forceren. Nino mist dan ook een jump shotje van Kinzo. Dus Reven is wel half P, is waarschijnlijk ergens door gewallbankt. En Kinzo sneakt daar dan achter die smoke langs. En was daar bijna zijn lichaam niet meer zeker. Moest dan langs die smoke, pakt dan de kill op Nino. Man advantage voor Amcon eSports. Man advantage voor Amcon eSports. Sorry Tolder, ik zit fanatiek met Twitch zet te engagen. Maar er zijn echt steeds minder mensen. Dus volgens mij is de je die moet hard... een beetje voor de retentie doen. En ja, Wonder precies. Push dan door terwijl Kinzo lekker aan het reloaden is. En zijn maatje Luz Reven alles laat doen. En ook stiekem laat sterven. Bom gedropt, twee man over tegen de drie spelers van Amcon eSports. Dan maak dat een 2 tegen 2. Met het komt laat in de flank. En Relax zit nog even achter die smoke grenade. Het schiet wel wat scootjes, maar doet daar niet echt veel damage mee. Want Blackie zat al op 19 AP. En met 20 seconden op de klok moet Cat Gaming nu eens een keer gaan denken aan die bom planten. Met het blijft een beetje passief. En gaat dan met zijn knife langs springen. Ziet daar Blackie, pakt dan de kill op hem. Xellus als laatste over 1 tegen 2 situatie zit in de pincer move. En in Banks, hier daar dan Relax. Die doet ook heel veel damage. En nou heeft Xellus evenveel AP als Blackie net. De molotov, maar Mattis is al aan het pushen, is al aan het reloaden. Maakt zich klaar voor de tweede engagement. Dan even de bom aan. 10 seconden die moet hij hebben. En hij mist daar gewoon de shotjes. Of hij schiet gewoon helemaal niet. Ik zelfs daar met een 1 tegen 2 clutch. En keurig het was moeilijk, maar wel sterk. Ja, keurig gewoon afgewacht. En op het moment dat hij de hoek om kwam, mouse button 1. Easy game. Heeft hij goed gefixt. En het staat 7-2 voor Get Gaming hier op Overpass, de tweede map in onze serie. En dat zou best wel eens een derde kunnen gaan worden als Get Gaming zo doorgaat. En dat is kachen. Kachen? Kachen. Wat is kachen? Cash. Aha. Benelux event. Let's go. Katje. Staan Luz Revo samen met je boy Kinzo in de underpass. Yeah. En zij zijn ook de mannetjes die eigenlijk ook de A-side moeten defenden. Dus niet super praktisch, bro. Maar Get Gaming checkt het eigenlijk niet. En dat is iets wat we wel vaak hebben meegemaakt, deze LAN. En Wally komt dan een beetje terug omwandelen. En Nino, hello, goodbye, zegt Luz Revo. Thank you, come again. En in underpass pakt hij dan ook eens Xellus. Wally biedt zich dan aan Kinzo. Is het een 2 tegen 5 situatie. De bom gaat alleen op onder richting A. Daar ziet hij de gebooste Luigi. En op site hebben we dan ook nog Relax die dan de knife gaat pakken. Nee, hij had maar 1 AP over. Zo sad. En Blackie is de laatste van over. Dat Kinzo ook zijn tweede kill van de ronde. Want hij had daar Relax toch wel de knife gegund. Ja, oh maar my heeft god, Mike gekregen. In de chat. Kwanzu, let's go. Kwanzu weet er nog eentje uit te persen. Als die Blackie ook afschiet. En dat is verbazingwekkend snel gegaan met het geld van Get Gaming. Voor hoeveel ze voorstaan. 7-3 staat het. Eindelijk weer een rondje voor de boys van Amcon. Die ze goed konden gebruiken op de city side hier van Overpass. Maar een beetje bijzonder dit met die euro's van. Er zullen wel veel mensen zijn verloren aan de aimkundigheid van
de MCON boys, die weliswaar niet zo heel veel rondes hebben weten te pakken. Oh, en dat wordt een brush, no stop. Nee, het gaat nog wat damage doen. En wat is dat? Geen collateral zou je zeggen. En blijkbaar niet, zegt Volvo. En sterke flashes, sterke movement van Relax om die te ontwijken. En dan een kill op Blackie, helemaal verdiend. En dan zie je Loose 7 nog even met de Deagle dansen, terwijl Relax zijn tweede van de ronde pakt. Op zoek naar een derde, maar Wally zit al bij B-court. Heeft een Zizi, 44 health en nog een setje armor erbij. Gaan proberen hier nog een laatste ronde uit te persen, maar ik denk niet dat dat nu echt aan de orde is. Ik denk niet dat dit nou de beste kans is die ze hebben om een achtste ronde te winnen. Maar ik denk dat ze niet nog met wel die andere instelling mogelijkheden krijgen. Nou ja, niet met die gun, niet met vier tegenstanders die wel fatsoenlijke guns hebben. Touché. Maar nice try. Goed geprobeerd. Ben je er zo benieuwd naar? En dan hebben we nu een AWP op Luos Revo. En aan de andere kant hebben we dus een Echo voor Get Gaming. Yeah, boy, go wild. Ja, wel een deageltje gelukkig voor Wonder, die daar misschien wat schade mee aan kan gaan richten. Maar in de maar eerste voor de instantie staat hij onderaan. Kijk hoe hard ze met z'n allen daar naar binnen rennen, Do. Ja, Kinzo die hoort daar dingen en die schiet daar. Oh, papa boys. Oh, twee man heel erg laag. Maar eentje is maar overleden. Pakte gelukkig eentje die al fucking laag was. Weet er nog eentje af te knallen met een 1D. Beetje een overkill. Kwanzu had hem al goed opgewarmd. Maar nu zelfs nog met 3 HP en dan is alleen Wonder, de man met de deagle, nog volledig gezond. Die verliest ook zijn hoofd. En Xellos. Oh, maar HP is nu gedropt en die zijn ze kwijt, want die kan Mavens nooit meer fixen. Dat is jammer. Boeien, Kinzo heeft toch 11k. En om Exist op volgens mij een Dreamhack te quoten. Don't care we're rich as fuck. Don't care we're rich as fuck? Ja, wie zei dat? Do we want to save another op? Don't care, we're rich as fuck. We hadden toen eindelijk eens een paar rondjes achter elkaar gewonnen. Voor de variatie wonnen ze toen wel een match. Oeps, subtiele flame. En dan zien we nu dat het misschien een A-playtje wordt. Luis Revo staat klaar. Piek me dan, zegt hij. Oeh, dat deden ze al heel dichtbij. Kinzo staat met de M4 klaar om te helpen. Wally wordt er dan gedropt met de bom. En Kinzo heeft dit keer wel 2 kills, maar het gaat weer met moeite. En weer heeft hij nog iemand anders low geschoten. Dat is Wonder. Dus Evo staat klaar om Wonder dan af te maken. Hem te slachten als het zwijn dat hij is. Nee hoor, volgens mij is het gewoon een hele sympathieke vent. Mist dan omdat hij er tussendoor zit. En ook, hij heeft hem niet gehit. Dat was een teammate die hem dan nog even naar 14 heeft geschoten. Met het vanuit underpass pakt dan ook nog even een kill. Nu om nog even te helpen. Smoke ligt daar geweldig. Doet dan niet de deurtje achter zich dicht. Dan is het een 2 tegen 3 situatie waarvan de speler van Get Gaming richting de A-site vertrekken. Nou, daar Blackie, niet aankomen. Blackie moet het klusje gaan klaren. Die bom die is hij in ieder geval al kwijt. En er zitten aardig wat antiterroristen op hem te wachten daar. Relax weet die kill ook voor zichzelf te claimen. En weer een zootje deagles voor de boys van Get Gaming. Ja, misschien moeten ze weer gaan gamen, want ze hebben in ze begin het redelijk gaan, wat rondjes gepakt. En nu gaat het niet zo soepel. En Gibbs, als jij wil zuigen, moet je gewoon onder het bureau gaan zitten bij een of andere persoon. En misschien heb je geluk. Ik denk dat je wel een bureau kunt vinden waar je onder mag zitten hoor, Gibby. Dat komt echt wel in orde. Met jouw Arische trekjes en oh my god, Wally en Xellos gaan helemaal hard hier. En daarmee zijn er dan wel entries geslagen. Wonder nu met een AP en een M4 op Wally. Gaat wel sterk. En dat maakt het een 5 tegen 3 situatie. Get Gaming die een eco heeft. Ja, die een leuk pistol armertje. En in één keer wel weer succes. Die hebben leuk wat bemachtigd zo om wat mee te doen deze ronde. En dat is misschien toch die achtste ronde die ze mogelijk nog een keertje gaan krijgen. Nino pakt met die AWP het hoofd van Method en schiet hem nou ergens over de map heen, denk ik. Dat is een home run. En die bom gaat vermoedelijk wel geplant worden door die terroristen die hier al op de A-site lopen. Wonder weet Relax nog uit te schakelen. En Blackie verliest ook zijn leven. Of nee, pakt het leven van Luigi, excuses. Excuseer. Oh, dat is een oude. Waren jullie ook eco? Wat? Ja, nee. Wat hebben ze mensen zo vaak werden geëcoed. Oh ja, smoesjes.
En dan hebben we nu 6-8. Kan M kon hier de laatste ronde winnen. Dubbel op, eentje op Mavens, eentje op Lewis Revo. En Cat Gaming heeft dus in ieder geval al het merendeel weten te bemachtigen. En dan kunnen ze daar zelfs nog een 9e bij schrijven, zodat ze na een mogelijk verloren pistolronde nog steeds geen probleem hebben. Nino in ieder geval met de hit op Mavens, was een wallbang. En Smokje vertraagt hier voldaan een mogelijke push. Dan heb je Lewis Revo en Kinzo, de tag team die hier gezellig hand in hand staan. Die dubbel AWP setup kan wel eens heel erg interessant zijn op deze map. Alleen lijkt het erop dat er niet heel erg veel actie mee gaat plaatsvinden op dit moment. De terroristen zijn nog vrij passief opgezet en de bom ligt ook nog vrij ver terug. Ze hebben nog een minuut op de klok om mee te spelen. En hebben daarom niet echt haast om een bomsite op te gaan zoeken. Maar moeten toch wel een keertje een kill ergens op gaan halen. Ergens een beetje ruimte creëren of een rotatie forceren. Maar het lijkt erop dat ze nog her en der zijn verspreid. Zonder enige intentie met 45 seconden of minder zelfs op de klok nog. Vier man zijn aan het verzamelen bij BM daar zo misschien door te rennen. Het ziet eruit dat we in elk geval 2, mogelijk zelfs 3... antiterroristen daar rond te lopen. Maar Blackie vindt er alvast 2 met hele snelle headshots die site op. Relax staat hier nog paraat om het een en ander aan schade aan te richten, maar weet er ook maar eentje te vinden. Lewis Revo was wel in de buurt om te helpen, maar dat was niet goed genoeg. Wonder wist hem van achteren te vinden. Alleen nu is het Lewis Revo nog in zijn eentje in leven. Als hij die bom weet uit te schakelen voordat hij neergaat, kan hij er misschien wat aan doen. Maar er stond iemand dichterbij dan hij had verwacht. En dat is halftime. 9-6 voor Get Gaming. En dat is nog best wel een keurige helft voor ze. Wel, dat is gewoon, als Lewis Revo daar niet de legshot had, maar gewoon een bodyshot, denk ik dat hij zonder had gewonnen. Want de man die daar in water zat, had niet op tijd die bom kunnen pakken en ook nog planten. Want dat had sowieso 5 seconden extra gekost. Maar hij wist niet dat die man in water zat. Als hij dat had geweten, was hij niet gaan kijken. Nee, maar Lewis Revo moest gewoon die gast met de alp killen. En dat was Nino. Ja. En die heeft die legshot. En als hij gewoon die kill had, had hij waarschijnlijk gewoon even gehaaid. Jammer. Maar helaas. Het heeft niet zo mogen zijn, Tolders. En we zien ook onfortuinlijk pindakaas. Ja, dat is toch jammer. Dat is toch jammer, zeggen we dan. En we zien dat er eventjes een pauzetje bijgekomen is. Om de jongens de kans te geven even te overleggen misschien onderling. En we hebben een sexy pauze stellen. Ja, sorry. Ik zat eventjes zo aan mijn eigen schouderblad te voelen of die er nog zat. Ik heb een knoopje losnemen. Ik vind het al zomers genoeg. Het is niet echt koud hier, maar ik was net buiten, jongen. Daar is het wel echt vrieskoud. Ik heb hier 2 jaar geleden besloten om in een autootje te slapen. Echt? Nee, dat was... Er staan wel allemaal campers en caravans en trailers. Dat is bedacht. Maar staan die hier echt van mensen die hier zitten te gamen, dat ze daar gewoon gaan slapen? Wel, ja. Dat is zo cool. Als ik een caravan zou hebben, dan had ik een kat hier op de parkeerplaats. Ik zou dat als ik gewoon een beetje geld over zou hebben. We zitten in Drenthe, Leeuwenhart. En ik denk dat als ik geld over heb later en nog steeds een land gegaan, dat ik ook gewoon zo'n camper haal. Echt? Ja, maar kijk, hoeveel geld moet je daarvoor over? Volgens mij niet superveel. En vooral, kijk, als ik nou bijvoorbeeld in een land, is niet zo'n kering ver rijden, heb je gewoon een lang Mcon logo erop spuiten. Ja, of gewoon van Gamers Hub. Gamers Hub logo, dezelfde kleuren ongeveer. Koelkast gebruiken voor bier. Ja, waar wil je de koelkast anders voor gebruiken? Bierburg. En Apfelkorn. Die is trouwens leeg volgens mij. Is er nog apfelkorn? Er zit een bodempje in. En de bodem is ook bereikt met de kwaliteit van onze grappen. En we hebben zelfs nog een fles Moer. Ja joh, God. Die man heeft een fles champagne meegenomen. Jeetje, wat een... Ik weet niet hoe fijn jij bent van champagne. Ik zag hem al en ik denk dat is echt een Porsche dude hoor. Dat zie je gewoon meteen. Ja, ja. De klasse straalt eraf. Inderdaad. Net als de klasse van deze pot. Het is 6-9. Kijk, Gaming heeft de laatste ronde gewonnen. En vroeger was de reality inderdaad in Friesland in Drachten. Maar die is 2 jaar geleden verhuisd naar de TT-hallen in Assen. Dus maar. En het is inderdaad de best op 3. De eerste map is gewonnen door Mcon Esports. En ze zijn ready. Ze gaan weer los. En alles is uitgekotst. Hoppa. Keurig. Dan gaan we er weer voor. En dan beginnen we nu met de 2e pistol, Tolders. Heb je er zin in? Unglaublich viele zin in. Nou, die taal mogen we volgens mij niet spreken. En zin is inderdaad bok in het Duits. Best wel een gek taaltje. Maar ja,
We zien aardig wat setjes met Armor 1. Het kitje voor de antiterroristen. Ik wou bijna counterterrorist zeggen. De antiterroristen van Get Gaming. En we hebben ook vier kitjes, of vier armor setjes bedoel ik. En een aantal neetjes voor de terroristen. Ik zie één hele mooie one-tap van Xellus op Lewis Ravo. Dat was de man met de smokes. Maar voor de rest komen ze van lang af stampen. Weten ze twee kills op te pakken daar. Nog een Blackie op side die ook nog een leuke Kwanzu weg tapt. Maar Relux en Luigi zijn nog in de buurt. Methods maakt het af met de laatste kill op Wonder. En dat is de pistol round done and dusted. Goeie kans voor Emcon om weer een beetje terug te grinden, mits ze deze anti-eco niet gratis weggeven. Inderdaad, ze komen lichtelijk in de buurt. Ze willen op gelijke hoogte komen en er voorbij. Op naar de 2-0 win in deze lower bracket final. Om te zien of zij morgen om een uurtje of 11 de revanche mogen nemen tegen Astigion. Die hun in de upper bracket final dus heeft verslagen. Is dat pas om 11 uur? Ja, krijgen we gewoon de gelegenheid om uit te slapen, Tom? Nou, dat zeker niet. Dat zeker niet, wat dan? De kans is dat we hierna nog een drankje doen. Ja, dat, ik ben al begonnen met de drankjes. We zijn klaar. Met de fles is al bijna leeg. Schade. Schade wat? Schade dat Wally daar maar één kill kan pakken, want hij had er toch wel meer willen hebben. Nou, maar toch eentje weggetikt. Luigi was dat, maar Methods die was in de buurt. We hebben nog vier man van de antiterroristen in leven, die maar drie terroristen hoeven te vinden. Alleen hebben ze helaas niet echt het juiste equipment om dat mee voor elkaar, de juiste uitrusting, om dat mee voor elkaar te kunnen gaan krijgen. Alleen, nou ja, om eerlijk te zijn, hebben we wel gekkere dingen gezien al vanavond. Oh, Wonder. En die MAC-10 van Xellus. I wonder if he can get a triple kill. Nee, want Mattis kijkt even naar achteren en die ziet daar in één keer een gekke Get Gaming man lopen. En dat was de enige die de A-site een beetje afhield. De rest moet nog een beetje rotate doen. Hebben wel armor op Nino na. En de bom wordt geplant voor Toilets. Dat betekent dat daar minimaal één, misschien twee spelers gaan zitten. Gewoon puur om het even af te houden. Utility is er niet echt meer over. En dan zou je zeggen, Emcon kan deze gewoon winnen. Emcon kan een heleboel dingen doen, maar Kwanzu is daar toch echt wel het centerpunt van. Maar Blackie met zijn CZ slacht er gewoon nog even twee af. Dat ja, maar ik snap niet waarom ze gaat pushen. Geloof je niet dit? Nee, maar ik snap niet waarom ze gaat pushen. Ja, ze wilde gewoon die kills even opvangen. Ja, maar ze hoeft alleen maar eigenlijk af te planten spelen. Ik snap niet waarom Kinzo daar dan terugpiekt. Kinzo wou gewoon een goede reden hebben om fucking hard happenboys te roepen. Maar ja, die heeft hij niet gekregen. Nee, best wel een throw, want ze staan nog altijd achter. En de vorige keer dat ze overpas speelden, vonden ze redelijk overtuigend. Ja, dat zei ik net al, maar dat zien we nou niet echt terug. Misschien dat Get Gaming heel erg goed heeft opgelet en ze gewoon door heeft. Zieke antistrat heeft gezegd. Maar ik weet niet of er heel veel te antistrat is bij Emcon. Dus volgens mij is het gewoon dat het net wel lekker ging en nou een stuk minder lekker. Dus dat ze weer eventjes in die flow moeten gaan komen. En met Deagles weet ik niet of dat nou zo per se gaat gebeuren. En dan zien we Relax die daar met een Glock gewoon eruit loopt. Nog even de Rattlesnake doet. En ondertussen gaan ze dan misschien wel een Wally tegenkomen. Die kalt dat hij heel veel lawaai hoort en heel veel mannetjes ziet. En twee kills kan pakken. Gaat dood aan Methods. Dus pakt Nino er één. Pakt er twee. Kan hij ook de derde vinden op Methods. Nou, het gaat moeilijk. En je zou zeggen, het moet een keer lukken. Maar met een 10 flash wordt het wel lastig. Nou, maar die flashes die faden wel weer. En dan hebben ze alle kans om er weer wat leuks van te maken. Methods met zijn FAMAS probeert een beetje in leven te blijven. Drie man op de A-site die hem daar in elk geval vandaan houden. Mogelijk dat hij een kans heeft om naar B te lopen. Maar ik weet niet in hoeverre dat realistisch is. Want waarschijnlijk zullen ze dat doorhebben lang voordat hij daar in de buurt is. En wel één of twee mannetjes die kant op rotaten, rouleren. En er staat er zelfs wel eentje in het riool op hem te wachten. Dat was Xellus die Methods het leven uitjaagt. En dan hebben wij 11-7 als scoreline hier. Dat betekent dat het voor Get Gaming echt wel de goede kant op gaat. En dat het toch wel steeds dichter bij een derde map aan het komen is. Olivier is weer lekker bezig in de chat. En dan zien we dus gewoon lekker Pai tegen Pai. Dus even geen utility. Maar hij gaat gewoon puur voor de swag punten, lekker een beetje headies poppen. En als dat niet werkt, ja, dan is de gameplan eigenlijk al weg. En dan hebben we Relax die daar een headie pop van Nino. Hij is de lurker, kan dan geen tweede pakken. En dan zie je hier nog Wally
Al die achter de smoke. En gaat hij daar dan doorheen en misschien wel een triple kill pakken. Moet hij wel hopen dat Mavids ook al even weg is. En ze kijken allemaal de verkeerde kant op. 1 kill. 2 kills, nee. Want Lewis Revo is daar om te repairen. En dan gaan ze nu richting de A-side. 3 tegen 3 situatie. Luigi kan planten. Niemand in de big flank. En dan hebben we daar een nade. 1 man bij bank. 2 man bij stairs. En nog wel wat flesjes. Eentje daarvan die gaat niet zo lekker. En misschien de tweede dan wel. Ja, die mannen zijn goed bezig hier om toch weer een beetje terug te klauwen. Alleen hebben we nog een aantal CT's die een retake gaan proberen. Blackie weet Luigi nog te vinden. Maar Kwanzu en Luis Revo vinden Wonder en Blackie om alleen zelfs nog in leven te laten. En ook dat is maar tijdelijk totdat Kinzo daar een punt achter zet. En het 11-8 staat. Dus dat het, nog steeds wel een voorsprong is voor Get Gaming. Maar dat gezien de financiële situatie, Mcon wel weer een beetje aan het terugkrabbelen is. En ze mogelijk een beetje aan het wakker worden zijn ook. En gewoon in één keer door kunnen knallen straks. Maar anders, dat is wel zielig dat ze nu wakker worden. Want na deze match mogen ze namelijk slapen om zich voor te bereiden op een Grand Final. Tenzij ze deze map verliezen. Maar dat staat niet op hun planning. Eerste kills fijn binnen voor Mavis. Heeft 6 HP over. Dus die zal wel even terugrennen naar de beveiligde ruimte van Relax. Even een momentje op de lounge. En oh my god, er is Dancy in de chat. Hallo Dancy. Wie is Dancy? Het is een Belg. Oh. Oké. Okay. En we gaan even verder met de game. Enthousiasme. Hallo Belg. Aangenaam. 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 Oh, yes. Wanneer zitten we weer in België? Volgende week zitten we in België, man. Ja, zitten we samen in Gameforce, hand in hand. Lekker broodje mayonaise. Dan zitten we volgens mij met z'n vier in een 4-man in de hotelkamer. Nou, als echt geen feestje wordt, dan weet ik het ook niet meer. Nou, dan nemen we nog een fles apfelkorn mee, denk ik. Hé, dit wordt spannend. Zelfs wordt gewoon keihard spannend afgeschoten. Ja, zo spannend was het toch niet. Nou, misschien dat Wally dat spannend kan maken ook. Nope. Luigi maakt het af en dat betekent dat Mcon weer een rondje kan bijschrijven. 11-9. Get Gaming staat nog 2 vol. Kan nu ook een mooie buyround doen. Maar Mcon heeft ook al een beetje reserves. Ja, gelukkig maar. Want dat hebben ze ook wel nodig zo. Met die backwards en forwards rondes die hier worden uitgedeeld aan deze teams. Maar in ieder geval lijkt het erop dat het voor Mcon de goede kant op aan het gaan is. In elk geval komen ze steeds dichterbij de double digits wanneer het op rondes aankomt. En dat is een mooi begin van de ronde voor Get Gaming. Die early frag hebben ze al een tijdje niet gehad. Maar het staat weliswaar gelijk en ze verliezen zelfs de man advantage wanneer Xalas daar wordt afgeknald en ze niet superveel mensen meer in leven hebben. 3 man om de hele site te verdedigen. Ja, dat plaatje best wel dun verspreid. En dat probleem lijkt Mcon niet te hebben hier. Ze blijven gewoon gezellig bij elkaar. We hebben al 1 man die een beetje vooruit gescout is. Ik weet niet wie daar staat. Want misschien staat Loes. Nee, is niet Loes Revo. Relax. Relax staat daar al. Weer als B-lurker. Als B-lurker te chillen. En die heeft aan zijn team wel even doorgegeven dat die lekker door kunnen komen stampen. Want er is op B niet zo heel erg veel activiteit. En ze willen graag die bom neerleggen in de komende 45 seconden. Want als ze dat niet doen, dan zijn de rapen gaan. Dan krijgen ze straks tol erachter zich aan. En dat, daar is iedereen natuurlijk wel een beetje bang voor. Hey, die is een tijdje weg geweest. Ik wil dat verhaal straks wel horen. En Relax gaat dan dood aan Blackie samen met je boy Kinzo. 2-3 situatie in één keer. Dikke turnaround door 1 speler, Luigi. En Ruzevo moet het doen. Ruzevo verbrandt bijna levend. Zit nu vast achter die smoke. Kan over een paar seconden weer terug naar kort. En hij spreekt en hij mist. Blackie is ook wit. En Wonder pakt dan de kill. Luigi 1-3 kan dat niet doen nadat hij Wonder heeft gekilled. En dat wordt de 12e ronde voor Get Gaming. Mcon kan rebuy onder andere door de bonus van de bom. Maar het is niet wat ze wouden. Ze wouden nu in één keer doorstomen, maar dat lukte niet. Kunnen ze misschien nu wel een financial reset leggen op Get Gaming? En dat zou wel goed uitkomen. Want dat hebben ze misschien ook wel nodig om weer een beetje terug te kunnen krabbelen van de afgelopen paar rondes die ze verloren hebben. Want het gaat niet zo heel erg rooskleurig. Het gaat allemaal maar een beetje moeizaam voor
de jongens van MCON hier. En ze hebben die vorige map, nou ja, ook niet zo heel erg soepel gewonnen, toch? Nee. Nee. Misschien wel, misschien niet. Ik weet het allemaal niet meer. Je weet het niet meer? Het is te lang geleden. Het is te lang geleden. Oké, okay. Toldersma heeft geen Birreburg gehad vandaag, maar wel iets te veel appelkorn. Nou, dat valt nou nee, daar heb ik bij één. Je hebt één appelkorn gehad. Die, ja. Hoe kan die fles dan leeg zijn? Ja, ik heb net even iets te veel uitgedeeld van de productie, denk ik. Hou niet, geef niet op productie, ik hou van jullie. Daarom is de productie nu zo super smooth. Juist. Maar ik denk dat het vooral komt omdat ik te weinig Birreburg heb gehad. Terwijl dat onze gong is dat we ook even onze zen-momentje moeten hebben. Ja, als ik niet bij het bureau ben, weet je, dan is het belangrijk dat ik niet aanstaat. Want anders dan ben ik er helemaal nooit. Ja, daar ben ik op trillen. Ja, maar dan, ja, okay, dan heb ik het niet helemaal door. Maar geeft helemaal niks, want nou, ik zit nu aan het bureau. En het is wel, oh my god, productie gooit alle bekers om. Een drama hier in de studio in Assen. Kunnen wij hier ooit van herstellen? Dat is de vraag van vandaag. En dat ziet u morgen terug. Of we dan nog de finals kunnen casten. De vraag van vandaag, maar u ziet het morgen terug. Ja, daarom. Het antwoord van morgen. De vraag van vandaag en het antwoord van morgen. Wijsheden van Tolder. Ja, en vooruitzien is regeren en een beetje spanning op deze ronde hebben we nu volgeluld en letterlijk iedereen heeft nog 100 HP. Het is minder dan 40 seconden die we nog over hebben. En normaal als wij gewoon maar zo een beetje op een rant gaan over whatever de F, dan gebeurt er wel iets. Maar we hebben minder dan 30 seconden en er is nog helemaal niemand die überhaupt schade heeft. Nu gaat het allemaal in de komende 20 seconden helemaal los. Bent u er klaar voor? Blackie vindt Relax en Xellus pakt Methods. Louis Revo weet erop te reageren, gezamenlijk met Kinzo. Kinzo verliest dan alleen wel zijn leven. Dat is Wally zijn schuld. En we hebben alleen nog Luigi in leven die de bom niet neer kan leggen daar. Verliest ook van Wally. En dat is best wel een snelle ronde geweest. Die mooi in het voordeel van Get Gaming is gegaan. En het heel erg lastig heeft gemaakt voor MCON om nog terug te gaan stuiteren in deze ronde. Of in deze map bedoel ik. Want ze hebben zo'n beetje 2k en... Ja, gaan nog één buyround krijgen voordat ze in principe tegen een mappoint, ik wou matchpoint zeggen, maar mappoint aanlopen van Get Gaming. En dat betekent dat wij Mirage straks misschien wel gaan zien, Tolders. Heb je er zin in? We hebben Mirage al gezien. We hebben Mirage al gezien. Cash, dat betekent, ja, het zijn nog praktisch. En dan ben ik de man die niet helemaal helder is, maar Wally is dat zeker wel. Hij heeft een triple kill, maar zijn ace wordt gestolen door Xellus. Ik heb nooit geclaimd dat ik wel helder was. Nee, maar ik zeg even om mijzelf in te dekken. Ah, prima. Moeten te doen, anders doet niemand het namelijk. En dan hebben we nu weer een AK-buy van MCON eSports. Gaan helemaal los. Zit een van de kijkers nou olieboos te maken? Oh my god. Kijk uit hoor, je blijft van olie af. Kom jullie opzoeken. Potverjandori. Klaplijst.txt. Hoppa boys. Zelfs wordt daar zo geflashed dat zelfs een schilder niet eens iets witter kon maken dan dat. En dan zien we daar op lange Wally staan. En wallow! Nia is niet aanwezig op deze land, want het is toch wel iets te ver weg. En de eerste kill is daar dus in het voordeel van MCON. Relax is low en Nino is half AP, maar kan nog altijd met die AWP wel behoorlijk wat killen. Ja, zeker kan hij dat, maar gaan we dat ook ja, zien? Ja, maar Arkie heeft land support, dus het gaat om geld en maat. Oh my god, zo niet eens wat gratis is. Terwijl Nino daar een mooie flikker heeft op Luis Revo. Zelfs met de AWP en kill op Kinzo. Dan is het een 4 tegen 3 situatie. Relax wordt daar bijna gehit. En die heeft nog altijd maar 12 AP. Maakt dat maar 0 als Nino nog even langs vliegt met die Wappa. Dubbel AWP op A zetten. En dat is risky. Maar het betaalt zich wel behoorlijk uit. Alleen kan Luigi dan de kill op Nino pakken. Hebben we... Met is die gewoon door die Molo heen rent. Maar ja, Luigi die had hem al van achteren gebost. En die wordt nu geflankt. Twee man komt uit Toys. Het is Blackie. Het is Wander. En zal hem even te door hebben. Heeft nog wel een molotov. Maar hij heeft ook geluid gemaakt. Dus ze weten precies waar hij zit. Oh. Ja, maar weten ze hem ook uit te roeien hier. Want hij heeft inmiddels al een van die mannen af weten schieten. En die andere flink laten schrikken. En dan moet hij natuurlijk niet zijn eigen... Molotov inlopen, dat zou zonde zijn, maar hij staat wel lekker in die smoke te chillen. Blackie loopt een rondje, maar die maakt aardig wat geluid in de tussentijd. En dat zorgt ervoor dat Methods gewoon vanuit die smoke Blackie makkelijk kan vinden en de ronde kan winnen. Dat is best wel keurig gedaan van hem. Ja, en dat is dan toch wel weer een meenemertje die ze graag hebben. Maar als je kijkt naar het geld,
Get Gaming gooit alles in deze ronde. Maar ook Epcon investeert zo'n beetje alles wat ze hebben. Nou ja, ze staan ook met hun rug tegen de muur. 14 rondes al voor Get Gaming in deze map. Met hun rug tegen de Wally. Ze staan met hun rug tegen de Wally. En ze hebben dan wel misschien een map voorsprong. Maar zouden dat natuurlijk graag 2-0 afmaken om even te kunnen slapen. Ook. Het is hier al 3 uur en ze moeten morgen, of de winnaar hiervan, moet morgen in de finale spelen. Dus het zou echt wel heel voordelig zijn om dit gewoon 2-0 af te sluiten. Om eerlijk te zijn, denk ik dat Emcon ook een team zou moeten zijn dat deze serie zou moeten winnen. Dus zou het winnen van een map vanuit Gannett Gaming's perspectief wel een zieke prestatie zijn. Moet ik eerlijk zeggen. Maar, maar de refrag komt er niet. Wally was al snel naar low HP geschoten, maar Blacky kan nog een beetje refraggen. Dus Revo, 11 HP, maar moet oppassen voor de flank. Zelle staat er dan al en die killt hem dan. Luigi als laatste over. En ook hij moet oppassen voor zijn derrière. Want daar heb je Wonder. Maakt af. En dat is map point voor Get Gaming. En gaan we dan inderdaad naar Cash. Is echt spannend. En we hebben in elk geval een map point hier, Tolders. En het ziet er dan toch naar uit dat we die laatste map misschien wel gaan zien. En dan ja, zou het nog steeds Emcon's game moeten zijn. Maar gezien het feit dat het al 3 uur is, is het, om eerlijk te zijn, misschien wel anyone's game. Want de frustraties zullen misschien ook wel hoog oplopen. We zien in elk geval een aantal deagles. We hebben wat armor voor iedereen. En bijna ook iedereen met een helm op. Dus goed voorbereid voor die dinks. En we zien een P90 bij Blacky. Die Blacky die heeft zulke creatieve gunkeuze. Ik vind het geweldig. Ik zal die man zijn naam zeker onthouden na dit evenement. Maar als hij nou ook nog eens wat voor elkaar kan krijgen, zou het wel mooi zijn. Luis Revo weet er in elk geval eentje te vinden. Op Wally was dat, maar Nino vanaf de site heeft er al 3 voor zichzelf. Voordat hij wordt weggetapt door Kinzo met zijn P250. We hebben Methods hier nog bij lang in leven ook. Om gezamenlijk wat voor elkaar te krijgen. Die weet een AWP te bemachtigen en heeft de bom gevonden. Moet dat ding natuurlijk nog even neer gaan leggen. Gelukkig weet zijn teamgenoot er een smoke neer te knallen. Zodat hij eventjes de mogelijkheid krijgt om op adem te komen en rustig die bom neer te leggen. Terwijl deze 3 counterterroristen de bomsite aan het bestormen zijn. Kinzo stond net eventjes te ver in het open met zijn rug ernaartoe. En wordt ook door die P90 van Blacky uitgeschakeld. We hebben Methods nog met die AWP. Maar die heeft niet zo'n hele grote kans als zij met z'n 3 naar hem toe komen. En dan weet er nog eentje te noskopen. Maar is dan toch kapot gemaakt. En dat is het einde van de eerste map. Get Gaming. Tweede map. Get Gaming weet gewoon terug te komen. Ik wou nog net gaan zeggen. Het staat 1-1. En dat is best wel goed bezig van ze. Nogmaals, die jongens van Emcon die gaan al een tijdje mee. En die gasten van Get Gaming komen mij een stuk minder bekend voor dan sommige van de andere namen. Dus ik zou zeggen dat het Emcon zijn game zou moeten zijn. Dat die gewoon in de finale tegen Asterion nog even moeten kunnen laten zien waar ze van gemaakt zijn. Maar wie weet krijgen we eens fresh blood in de, op het podium. En, dan zitten ze sowieso op het podium, hè? Zitten ze nu al op het podium? Ze zijn allemaal top 3. Oh, ik heb ze niet eens gezien. Ik ga zo even op het podium kijken bij ze. Nee, dat is League of Legends die daar speelde, maar dit is gewoon... Wat? Oh, ja, oké, ik heb al gezien dat er mensen op het podium zaten. Ik dacht dat... Tolders. Oké, we gaan gewoon even een pauze hebben. De mannen gaan even roken, dus we zijn binnenkort bij jullie terug. Bedankt voor het